Lieve mensen, het is weer museumnacht. Voor de zesde keer al gaan wij een verslag doen van de zeer succesvolle museumnacht altijd in Arty. We gaan het dit keer anders doen, want er staat een 06-nummer en die gaan we even bellen. Dag Allard Medema. Je bent live in de uitzending bij Arty. Uniek, want u bent nu al de 52e beller of zo van vanavond. En het is net open, dus wat een succesnummer is dit. Kunstenaar Allard Medema. Hey, hallo. Ik had verwacht dat je met een masker zou komen. Ja, ik dacht het eerst ook, maar mijn assistenten lopen met maskers rond. Van mijn van jouw gezicht? Ja. Dus maar dit is de echte. Ik ben helemaal de echte Allard. Ja. Vertel. Nou, als ik dus niet opneem of ik ben in gesprek, dan krijgen mensen een keuzemenu. Ja. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Dan worden mensen uitgenodigd om hier te gaan staan. Wij staan hier, maar straks als mensen deze film zien, is het dan ook nog steeds in betrieb? Jazeker. Tot 10 november is het gewoon actief. Oké. Dus mensen kunnen dag en nacht kunnen ze de beleving hier doen. De Rockin 112 vluchtheuvelbeleving. Mensen, bel dat nummer. En ik zat gewoon een keer live voor de televisie en daar zag ik een programma van Nieuwsuur over jongeren die eigenlijk helemaal geen televisie meer kijken en dus niet de officiële media meer zagen of hoorden. En alleen maar bezig zijn op internet. En dat was bijvoorbeeld een probleem voor leraren die constant in gevecht waren met leerlingen over wat nou wel of niet waar was. Op de sociale media kan je altijd je eigen waarheid vinden. Nou ja, Google is daar een heel goed voorbeeld van. Je maakt het altijd sluitend op wat jij wil horen. Goed voorbeeld daarvan is de kunstenaar die je op het toilet hebt geïnstalleerd. Ja. Die ook zijn eigen soundscape met zijn eigen waarheden door elkaar heeft gehusseld. Could endanger the pilots. The French Mirage 2000 fighter jet shot down Wednesday was hit by a shoulder-mounted missile. Mensen, zelfs in het kleinste kamertje van Arty wordt de kunst bedreven. En this particular piece in the men's and women's and gender neutral toilets is being made by Mirko Lazovic. Tell me about your piece. So as the concept of the exhibition propels around the idea of post-truth, yeah. I made a sound piece where I took the actual BBC news, yeah. Just taken very fresh, and then kind of replaced locations. And there's no hiding from your installation, because if I go to the other toilet, it's the same thing. Alleen is het uitzicht hier veel leuker dan op het andere toilet. We hebben meteen een van de twee curatoren op je best nu, toch? Ja, ja. Vertel, wat is je criteria voor al die kunstenaars die jullie bij elkaar hebben gezocht? Het thema is waarheid. Ja. En we zochten naar kunstenaars die eigenlijk in drie deelthema's kritiek hebben op de waarheid. En ja. De eerste is een reactie op de realiteit. Dus dat gaat over politiek, zoals kunstenaar als Mirko. Ja. Het tweede thema is feit wordt fictie, fictie feit. Dus dan heb je eigenlijk kunstenaars die meer als artistiek antropologen aan de gang gaan. We hebben een hele mooie Leporello gemaakt en daar kan je iedere kunstenaar bij het deelthema terugvinden. Het derde deelthema is mythe, waarin kunstenaars weer als wetenschappers optreden. En daarin geven ze toekomstvisies en creëren ze eigenlijk nieuwe mythes ook, waarin kunst meer als communicatiemiddel geldt. From disco to disco. Ik kwam je vorige week tegen in de disco en nu sta je bij de Schone Kunsten. Jullie allebei, verklaar je nader. Wie ben je? Ik ben Isaac Berman. Ik ben 21 jaar en ik woon in Amsterdam. Kom in Amsterdam, maar ik woon nu ook in Maastricht. En dat is je hobby? Ja, ik ben Noah. En ik kom ook uit Amsterdam en ik ben ook 21. Wat brengt jullie hier? Is het de eerste keer dat jullie museumnacht doen? Nee, ja, voor jou wel. Ja. Ik ben er wel twee keer eerder geweest. Ja. En de eerste keer Arty? Nee, tweede keer. Kijk, mensen zijn graag geziende gasten. We hebben alleen hiernaast nog wat gezien, maar voor de rest nog helemaal niks. Ja, het was een beetje eng. Ik heb gehoord dat er vlees op me te wachten ligt. Moet ik dat doen of moet ik dat niet doen? Ja, ik zou wel even gaan. Het is wel interessant. Mr. Surgeon, oh, yeah. How is the meat market going? It's going well. A lot of demand. Work in progress. Yeah. Trial and error. We always experiment. So no pain involved. No pain involved for me. But yeah. Okay, you can promise me. Okay, let's get the hell out of here. Thanks. Yeah. Bye. Ik zie hier pen en papier en ingescande brieven. Yeah.
Ja, met videoportretten. Ja. Dus het werk heet Live Meets Internet. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. Daar is het videowerk met videoportretten van mensen die mij een brief hebben geschreven. En iedereen beantwoordt eigenlijk de vraag, wat vinden ze van de invloed van internet op hun dagelijks leven? Ja. Mensen kunnen hier ook ter plekke ook een eigen brief schrijven. Die worden onderdeel van mijn archief. Wat niet echt gebeurt, maar tegelijkertijd zie ik dat er heel veel mensen daar op die schermen gericht. Ja. Maar ik heb al twee stapels weggebracht. Dus zijn er denk ik al wel 100 brieven geschreven. Ja. Ja, ja, ja. Wat ga je daarmee doen? Voor nu is het nog een archief. Ja. Dus ze dienen als inspiratie voor nieuwe versies van dit werk. Ja. Maar ik denk dat ik over 5 of 10 jaar, als die collectie echt heel groot is en internationaal, dan moet dat een boek worden of een tentoonstelling. Dus ik probeer eigenlijk vast te leggen hoe wij denken over het internet en hoe dat verandert per cultuur, generatie en locatie. Er is een bar hier georganiseerd in de Arty, de zogenaamde hipsterbar. Via een computer wordt bepaald of je naar binnen mag. Dus de menselijke mate is hier algoritmes ingevoerd om te kijken of je de juiste features hebt om naar binnen gelaten te mogen. Gaan we nu proberen. You know what this machine is doing, hè? Do you know? No. It will scan your face and then we'll see if you're hipster enough to be allowed in the bar. Oh, really? Do you want to test it? Yeah. We'll just skip the line like in a real club. Come. Okay, daar gaat ie. Congratulations. Thank you. Now it's you. Oh, we're sorry. I'm 1.9%. Do you think that's unfair? I think it's very unfair. We have to talk to the hipster owner. How is it going? It's going great, yeah. We've run out of alcohol. This you already told me you would probably at some point. Yeah. But still, people are coming. Can you tell me in short what we're seeing? Yeah, sure. What these people are doing at the moment? Well, what we have is we have a data set. It's effectively 36 people's biophotonic data. Biophotons are light that's emitted by through the human body. So originally we used a piece of scientific equipment to measure this, and this data is stored as well as some other medical data that we've collected. So by filling out the questionnaire that's on the iPad, a closest match is made with one of the original 36 participants. Which she just did. Exactly. So what you're hearing now is one of these people's data is being played back to us. And behind you also see some questionnaire responses that are being played back. But the idea is we're trying to explore the way that people attribute meaning and value to data. Zeg, Pia, kan die Liebe Zunde zijn? Ach ja, ohne Zunde kein Leben en keine Liebe. Dat hoort erbij, hè? Dat is een grote knaller van Weile. Sara. Ja. Jij gaat Sara doen vandaag. Ja, ja, klopt. Ook dat nummer of heb je een ander in petto? Ik zing Der Wind hat mir ein Lied erzählt, nur nicht aus Liebe weinen. Dat zijn echt van die, weet je wel, van die catharsis, van die Weltschmerz. Weltschmerz, ja. Ja, ja, zeker. Maar je bent zelf een soort Weimar hitmachine. Het is een soort medley. Het is gewoon achter elkaar door. Een Traffa medley. Ja. En dat in Arty. Ja. Ja, het is een hele fijne plek. Ganz
Spreken wij hier met een vermoeide kunstenaar of valt het mee? Nou, het valt nog wel mee, maar ik vind het wel een beetje in de late uurtjes lopen nu. Maar het museum nachtpubliek is natuurlijk een heel ander publiek. Nou, ik denk dat dat op zich niet zo heel veel uitmaakt. Het is meer dat is wat je nu ook ziet. Het gaat pas leven als andere mensen ermee in aanraking komen, zoals in dit geval. En dan wordt het pas interessant natuurlijk. Hier ziet is een enorm grote print van heel veel kaarten van München over elkaar heen gelegd en gescand uit de oorlogsjaren. En wat je ziet dat alle punten, rode punten en zwarte punten, is waar er allemaal gebombardeerd is in de oorlog. In die tijd kenden ze nog geen precisiebommen. Dus vandaar dat je ziet dat er random ongelooflijk veel bommen zijn gevallen. Dus het is een soort map of horror wat hij heeft vastgelegd. En het werk wat hij hier heeft gemaakt, dat zijn eigenlijk werken die zijn in de loop der tijd tijdens de reformatie en dat soort dingen kapot gemaakt. En dat zijn eigenlijk nu volgens de kunstenaar veel meer iconografische beelden, juist doordat het aangetast is. Dus juist niet in de vergetelheid geraakt. Dat is zijn idee. Je staat er extreem ontspannen bij. Is dat schone schijn? Nee, in het geheel niet. De sfeer is enorm ontspannen. Er zijn ontzettend veel mensen. Het is altijd leuk. En alles loopt op rolletjes. Dus ik heb alle reden om er heel ontspannen bij te staan. Dus ik vind de afwisseling en de variatie vind ik enorm goed. En het zegt allemaal iets over het thema mysterie van de waarheid. Dus ik ben uitermate in mijn nopjes met deze avond. Jongens, we zijn midden in de museumnacht. We hebben alles vastgelegd. Een goed voorbeeld is natuurlijk de chirurgenzaal met de schrijverszaal. Ze hebben allebei evenveel aandacht. Ja, dat is Eke Heens met Jeroen van Loon. Ik hoor ze daar buiten nog over praten. Dat is echt fantastisch. We hebben heel erg gekeken naar de doelgroep zijn jongeren. Maar in hoeverre kan je werk uitkiezen van kunstenaars dat ook wat dieper gaat en wat moeilijker misschien is, maar dat je dat toch behapbaar maakt. Er zijn heel veel mensen van, wat een mooi gebouw, ik ben er ook nog nooit geweest en ga nu vaker komen. Ja. En dat is wat je wil. Ik heb trouwens ook aan de mensen uitgelegd dat deze film hierboven niet het gevolg is van het Artie-menu. Wat dus blijkt uit deze foto is dat kleedkamerspiegels in de jaren 70 nog helemaal niet goed spiegelden. Nog één woord. Kruk! Kruk! Mijn palen eraf. Goeie kom! Mijn vriendin wil ook zulke schoenen. Dit is het einde van de museumnacht. Einde! Het is het einde. Het is het einde. Mensen zijn helemaal door het dolle.